Dag Margreet, je wou me spreken. Sander. Ja, ik wou jou inderdaad spreken. Ik wil het wel nog graag even hebben over... Ik heb niet zoveel tijd trouwens. Ja, nou ja, ik wil het toch even met je hebben over wat er vanmiddag in het restaurant gebeurde. Ja, ja, ja. Daar ben ik niet zo blij mee. Nee? Nee, ga even zitten. Oké. Ik vond het gewoon heel vervelend hoe dat ging. In een bomvol restaurant komt meneer de diëtist weer eventjes laten weten dat wij ons niet aan de voedingsvoorschriften houden. Ja? Ja, vind ik niet echt netjes en zoals het hoort. Ik bedoel, dat kan ook op een andere manier. Ja, ik bedoel... Nog iets? Nou ja, je reactie verbaast me ook niet. Want dat heb ik ook al van collega's gehoord. Dat het erg lastig is om met jou gewoon een goede afspraak te maken. Nou, daar ben ik helemaal niet mee eens. Ik sta gewoon voor goed voedingsbeleid hier. En voedingsbeleid, er is nog meer dan alleen maar goed voedingsbeleid. Het gaat er ook om wat de beleving is van mensen. Meneer Benali kan er ontzettend van genieten als hij nou één keer in de week eens een keer een stukje wat vette vlees krijgt. Dat kan je toch ongelooflijk zeuren, en zeg. Nou kan ik zeuren. Ja, nou, ongelooflijk ik ben zeuren. En niet alleen jij bent er voor goed ik voedingsbeleid, doe hier ook maar ik werk. Ook. Ik ben er ook voor de mensen, alleen maar. Ja, goed. Moeten we nog maar een keertje over hebben. Ja, laten we dat maar doen. Maar je weet het, ik ben daar dus niet van gediend. Dat heb ik bij deze gezegd. Ja, jouw probleem. Dag Margreetje, waar we spreken? Hi Sander. Hoi. Ja, ga even zitten. Ik heb niet zoveel tijd eigenlijk. Oh, nou, dat is niet erg. Okay. Ik zal proberen het kort te houden. Oké. Maar ik wil heel graag met jou bespreken wat er tussen de middag, tussen ons in het restaurant is voorgevallen. Oké. Vind je het goed als ik even zeg hoe het op mij is overgekomen? Graag. Ja. Je kwam vanmiddag het restaurant binnenlopen toen ik aan de tafel van meneer Benali bezig was. Mm. En je zei in aanwezigheid van meneer Benali en hij had een paar gasten aan tafel dat je vond dat wij ons niet goed aan de voedingsvoorschriften houden. Ja. Nou, ik vond het op dat moment heel vervelend hoe dat ging. Met name omdat het op mij in ieder geval het effect had dat ik me voor gek voelde staan. Hè? Alsof ik jouw adviezen aan mijn laars lap. En ik zag ook aan meneer Benali dat die ook ongemakkelijk was. Van ja, dat jij andere dingen zegt dan dat ik gedaan heb. Dus ik zou het heel fijn vinden als dat op een andere manier zou kunnen. Want kan je dat voorstellen hoe dat op mij is overgekomen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat is niet goed. Nee. Nee. Dat is ook eigenlijk helemaal niet professioneel. Ze moeten het eigenlijk ook niet willen. Nee. Nee. Nou ja, ik ben heel blij dat je dat ook vindt. Want denk ik er ook over. En ik zou het heel fijn vinden als het op een andere manier kan. Want dat je me aanspreekt, natuurlijk. Oké, gelukkig. Want vanuit dat is mijn verantwoordelijkheid wel natuurlijk. Ja, hè? Dat ben ik met je eens. Op een ander tijdstip. Of vraag even aan me of ik met je mee kan lopen. Dat we in ieder geval uit het zicht van de cliënten dit soort dingen met elkaar bespreken. Uitstekend. Daar kan ik me helemaal in vinden. Ja? Ja. Nou, ja. Fijn. Dan spreken we dat af. Dat we dat voortaan zo doen. Hey, dankjewel dat je me even op aanspreekt. Want ik schoot eigenlijk uit mijn slof. Ja. Nou goed. Oké. Fijn dat je er even naar wilde luisteren. En ga gauw weer aan de gang. En tot ziens. Ja. Ga weer druk verder. Oké. Okay. Ja? Hey, bedankt. Hoi. Hè. Ja. Dag. Dag.